Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. Deze aflevering gaan wij de quest afmaken voor mevrouw Weasley. Omdat ze dat graag wil, nou dan doen wij dat. Revelio. That book Professor Weasley was looking for the book Intermediate Transfiguration. Ja, die zocht ik wel. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Okay. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. Okay. None of the other students will try it no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Oh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Okay. Before the invention of the Golden Snitch, which magical creature was used in a game of... dat weet ik wel. The Golden Snidget. Correct! Yeah. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Fortunatus. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifact? The Deathly Hallows. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Quaffle. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the Quaffle through one of three hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. Oh. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Wow. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I can ask. Oh, vond ik wel grappig, zo'n quizje. Any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio will do the work of this. Revelio. Die moest ik hebben. Oeh, ik zag daar nog wel wat. We moeten wel even kijken waar we zo naartoe moeten. Fuck. Doen we zo even. Eerst hier nog heel even iets pakken. Hey. Die is ook belangrijk. Oké, quest. Waar is die bits? West Tower, die zou makkelijkst zijn om te hebben, maar die heb ik nog niet. Dus doen we het maar zo, hè. We zijn de moeilijkste niet. Zo. En dan hebben we... Oh, hier is ze nog niet. Hier zal ze zijn. Hallo. Revelio. Oh, ik moet naar de map en dan moet ik de time advancen. Nou, dan doen we dat. Laten we eerst even naar de gear kijken, want we hebben als het goed is nieuwe geartjes. Ze zijn allemaal slechter dan dat het nu is. Die is beter. Welke nieuwe wanddingen hebben we? Die, oké. Die is niet beter. Hebben we een betere scarf? Nee, we hebben geen betere scarf. Hebben we betere ropes? Oh, nee, we hebben ook geen betere ropes. Wel veel ropes, allemaal te verkopen. En die weten we nog niet, legendary. Wie weet dat er nog wel iets is. Oh ja, we moesten naar de map. Een vogel. What the fuck? Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Transformation. Kappenvlinder, kaboom. Beautifully done. Dat moet ik misschien met die rare spiegels doen. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edgurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Thank you. Nee. Oké, interessant, interessant. Maar die gaan we toch niet blijven gebruiken, dus... Oké. Wat is de gloednieuwe quest die we hebben gekregen? Daar moet je level 22 voor zijn. Oké. Dragon the Brief. Ik vind dit wel een interessante. Professor Sharp's Assignment 2, De Vindo. Acquire to use an Invisibility Potion and a Thunderbrew Potion against enemies. Dus ik moet die twee potions eigenlijk gewoon zien te krijgen. Laat ik dan weer eens naar Hogsmeade gaan. Kijken wat de Potions Master ons daarmee kan helpen. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. Yo. In the market for potions, are we? What can I do for you today? Eerst even cellen. Oh ja, die kan ik wel verkopen. Goed, ik kan die potions zelf verkopen. Ik kan ook... kopen. Hoeveel kost één Thunderbrew Potion? 1000. Ik ben nu wel heel erg benieuwd hoe je een Thunderbrew Potion maakt. Ik zal de ingrediënten waarschijnlijk nog niet hebben. Maar ik wil wel even kijken wat de ingrediënten zijn. Ik heb natuurlijk best wel veel ingrediënten al opgepikt, hè, in de afgelopen tijd dat we aan het spelen zijn. Dus misschien kan ik wel een Thunderbrew Potion en een Invisibility Potion maken. Oké. Laten we eens kijken. Knotgrass Sprig heb ik nodig. En Shrivelfig Fruit. Dus ik moet een Knotgrass Sprig en een Shrivelfig Fruit hebben. Zal ik eens even gaan kijken of ik die kan halen. Die zal die beetje vastverkopen. Misschien kan ik zelfs wel met het geld dat ik heb... Ik heb niet zo heel veel geld hoor, maar met het geld dat ik heb kan ik misschien wel zorgen dat ik die dingen ook kan groeien. Yo. Well, what say we show you some of what's available? Oké, ik moet niet bij haar zijn dus. Dan hebben we nog een kans waar we zouden moeten zijn. Dat is bij die. Oh, verkeerde knop. Revelio. Be with you in a bit. Shiverick Fig. Ja, die kan ik laten groeien. Dat gaan we doen. Knotgrass Seed ook. Kijk, nice. Laten we die ook doen. Dan hebben we meteen al die onzin. Dank u, dank u. Dit is handig. Ik weet niet hoe lang het duurt, maar dan kunnen we het ieder... we kunnen het in ieder geval zelf maken. Ik moet alleen even weg hier. Moeten we weer naar de Room of Requirement. Ik hoop gewoon dat het planten zijn voor in een kleine bloembak. Want die heb ik veel meer. Knotgrass wel. Die Shrivelfig niet. Dat is niet erg. Dan wil ik eigenlijk die ook los emptyen. En dan maken we hier ook een Knotgrass fan. En dan wil ik die eigenlijk ook emptyen. En dan wil ik daar wel een Mallow Seed neerleggen. Die duurt alleen 10 minuten. Dat is zeer sad. Ik wil die toch emptyen. En dan wil ik Shrivelfig maken. Dat duurt 12 minuten. Oké, hier moeten we op een ander moment terugkomen. Dat is zeer sad. Ja, dus die Knotgrass Sprig en de Shrivelfig Fruit komen eraan. En dan kunnen we die... Dat duurt of een minuut of anderhalve minuut. Dat is niet zo heel lang. Dus ik moet daar binnenkort een keertje voor terugkomen. Dan gaan we kijken of er misschien nog een quest is die we kunnen doen tussendoor. We zijn nu voor Professor Sharp bezig. Hij is hier toch. Deek would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deek. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... Boy, yo. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave. And Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. Oh, yeah. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deek thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deek. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deek know what you learn about Deek's old friend. Ah, daar is het plaatje van. Oké. Vet. Grappig. Oké. Find the cave. Laten we naar de world map gaan. Even kijken of we die kunnen helpen om Tobbs te vinden. Tobbs. Hier moeten we naartoe. said that travel broadens the mind. Dat was niet mijn bedoeling. Hey. Abandoned long ago, no doubt. Dat is hartstikke leuk, maar daar doe ik het niet voor. Even kijken. Let's go to the cave. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Dat is top. Ze zeiden dat er hier van die vet smerige spinnen waren. Dus laten we maar zoveel mogelijk vuuraanvalletjes bij de hand hebben. Incendio. Tobbs. Tobbs. Deke sent me. Are you in here? Oh, fuck. Oké, sterke spinnen, sterke spinnen. Revelio. Incendio. Confringo. Incendio. Die pak ik graag. Oh. Dat was een fucking grote spin. Daar heb ik echt geen zin in, jongens. Revelio. Confringo. Looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Incendio. Woyo. Incendio. Het helpt ook niet dat ik spinnen IRL ook fucking kut vind. Incendio. Confringo. Incendio. Accio. Levioso. Confringo. Incendio. Confringo. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Accio. Well, that didn't sound particularly reassuring. Incendio. Ik vind dit echt zo kut. We gaan de aflevering hier beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer bij Hogwarts Legacy. Adios, amigos.